Hi, ik ben Jessie. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug op mijn kanaal. En voor als je nieuw bent, welkom bij ons. Ons! Yay! Ik ben hier met... Pleun. Ja, en waar kunnen ze jou van kennen? Van The Voice. Want? Die heb ik gewonnen. Die heb je gewonnen, oh my god, ja. We hebben elkaar wel een aantal keer al gezien. Ik ga gewoon beginnen hoor, ik moet opmaken. Oh, we gaan nog gelijk beginnen. Ja, ik begin gewoon. Ja, want jij had eerst dat je contact met Jasper en Rogier. Ja, ik kwam Jasper en Rogier een keer tegen bij de première van Beauty and the Beast. Oh ja, dat was het. En toen was er gelijk, oh my god, jij bent die, ja, jij bent die, oh my god. Oh, echt leuk. En toen gingen we ook een video maken. En toen zagen we elkaar op de Dutch YouTube Gathering, want daar heb je opgetreden. Ja. Toen heb je eigenlijk voor het eerst, zeg maar, zien, horen. Dus ja, ik wist hoe het klonk. Alleen, ik heb zeg maar, ik kijk geen televisie, dus ik had de Voice niet gekeken. Nee, ik kijk nooit televisie. Alleen maar YouTube. Ik kijk YouTube, Netflix, en films en series en zo gewoon op mijn computer. Ik weet niet, op een of andere manier haat ik televisie. Ik haat reclames. Als ik reclames zie, dat is wel kut. Oh. Ik kijk heel veel dingen terug hoor. Gewoon en zo lekker... commercieel allemaal en zo. Ja, dat is ik wist al dat, zeg maar, dat het weer bezig was en zo. En ik had van Jasper heeft namelijk heel vaak het ene nummer van jou opgezet. Oh, dat hij zo geweldig vindt. Die je ook hebt gezongen bij... Don't Be So Shy. Volgens mij wel, ja. Ja, mijn knockout liedje. Dat zei hij. Die heeft hij echt, die had hij zo vaak opgezet. Zei, oh my god, dat is zo goed. En Jess, heb je toch gehoord? Dat is zo lief. Ja, en toen, ik wist zeg maar al wie je was. Nou ja, en toen was het... Let's do a video. Let's make a video. Ja. Want ik ben ook dol op opmaken. Even je nieuwe... Is het een single of is het het begin van een album? Het is mijn nieuwe single. Oké, okay, dus komt er een album of... Misschien over een jaar of zo. Dit jaar komen er nog twee singles, als het goed is. Oké, want het is I Miss You. I Miss You, ja. I Miss You. Maar die cover van die single is echt gewoon geweldig. Welke dus cover? Van I Miss You. Die foto. Oh, de cover. Ik denk cover. Ja, oké. Ja. De foto. Dank je wel. Ja, we hadden echt zoveel foto's geschoten die dag. En ik was iets van, wow, deze foto is zo vet. En die past zo goed bij het nummer. Ik denk, ja. Maar het is gewoon Nederlandse artiesten. Zie je zulke foto's? Bij Nederlandse artiesten zie je zulke foto's niet. Nou, vind ik niet. In ieder geval, ik zag het echt. Dacht ik echt van... Dit is eigenlijk hoe het gewoon gedaan moet worden. Ah, dat vind ik leuk. Gewoon de make-up stond echt goed. Je haar stond echt goed op die foto. Thanks. Echt... Ja, ik had sowieso ook de make-up artist maar gevraagd om mijn haar en make-up te doen. Die mij ook bij The Voice deed. Want dat vond ik zo mooi. Ik zeg, ik heb een shoot. Doe mijn haar en make-up. Dus dat was heel vertrouwd. Ik heb ook zo vaak, dan kom ik bij... Ik ga geen programma's noemen, maar dan kom ik bij sommige programma's. En dan is het overal weer een andere make-up artist. En dat is dan altijd zo anders. En ik ben zo... Ja, bijna autistisch daarin. Want ik denk, oh, doe gewoon hetzelfde. Zoals het altijd doet. Ik had het ook met Loïsa over in onze Get Ready With Us. En ik kan dat niet. Nee, ik zou het niet uit handen kunnen geven. Omdat ik zoiets heb van, ik doe het op zo'n bepaalde manier. En ik denk dat ik het gewoon, de manier van mij. Ik denk dat ik dat soort van beter kan op zo'n manier. Dat is zo arrogant gedacht. Maar dat zei ze ook al. Je moet het een beetje gezicht gewoon. Je moet het ook een beetje uit handen geven als je zo bekend bent op televisie komt en al dat soort dingen. Vind je het lastig of heb je zoiets van, nou nee, want ik kom nu gewoon overal waar ik kom, kom ik gewoon met een bak make-up daaraan. Ah. En dan kijken ze me altijd aan. Je hebt alles zelf al gedaan, zie ik. En dan, ik zeg, poeder me nog maar een keer af en doen een beetje haarlak, maar... Maar dat zou ik ook doen hoor. Ja. Ja. Net vanochtend, ik moest om 7 uur bij 538 zijn. Nou, ik had gewoon alles. Ik had mijn stijlplan zelfs mee. Ik was nog in de studio mijn haar aan het stylen. Ja, top toch. Sommige gaan make-up artsen dus door beledigd voelen. Maar als jij er lekker prettig bij voelt, dat doe je toch? Ja. Maar ik vind je nieuwe single. Ik heb hem geluisterd en ik vind hem echt heel cool. Ah, dankjewel. Maar het is heel anders dan zo. Want hoe ik het ervaar, is het soort. Het begint een beetje met een soort Chinees deuntje. Ja, dat zeggen er veel. Echt zo Chinees. En dan gaat het een beetje over naar een beetje country-achtig. Ja. Ik vond het echt zo cool. Want hij is geschreven door Anouk. Dus dat heeft zoveel. Oké. Het is echt zo leuk. Want het is echt gewoon een beetje, een beetje Chinees ding 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 ding. Ja, ding 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 ding. Ja. En dan heb je een soort van country-achtige vibe eroverheen. Ik vind het echt heel cool. Echt een leuk nummer. In mijn eentje zit ik een beetje voor mijn cameraatje in mijn kamer, wat je dus nu ziet. En dan praat ik daartegen. Weet je, als ik samen met iemand doe, is het ook anders. Maar zodra er bijvoorbeeld 10 cameramannen om me heen zouden zitten, dat is wel lastig hoor. Ik had het dan met die fotoshoot toen ook voor mijn cover. Dan
Ik vind het heel erg lastig dan. Er zijn gewoon echt serieus 5 mensen om je heen. En dan moet je maar een beetje gaan vogelen en een beetje mooi proberen. Ja, en dan moet jij maar dit gaan doen. En dan denk je, dit is zo awkward. Ja, maar dan moet je ook gewoon een soort van die knop om kunnen zetten. Ja, precies. Jongens, ik wil een mooie foto van mijn cover. Ja. Dus ja, echt lastig. Ja, want heb je nu al, zeg maar, eigen muziek uitgebracht die je zelf hebt geschreven? Nee, nog niet. Dus ik ben al wel aan het schrijven. Mijn notities en mijn telefoon zitten boemvol. Oh, leuk. En dan gaan we een writingscamp opzetten, waarin ik dan met andere mensen ook ga schrijven. En het is voor mij nog allemaal een heel leerproces, want ik kom net uit de schoolbanken. Echt serieus gewoon 2 maanden geleden nog, weet je wel. Wat deed je precies? Ik deed marketing communicatie op het mbo. En daar ben je helemaal voor gestapt? Ja. Gefeliciteerd. Nee, gestopt. Oh, je bent gestopt? Ik zat op de helft. Ik ging bijna naar mijn examenjaar toe, maar ik ben gestopt. Ja, nee, omdat dit gewoon op mijn pad kwam. En ik heb zoiets van, naar school kom ik altijd nog terug. En de Voice ga ik nooit meer winnen. Dus fuck it, laat ik maar gewoon voor de Voice gaan. Ja, heel veel mensen doen wel eerst hun wenkbrauwen. Ja. En vervolgens de hele basis en dan pas hun ogen. Maar ik doe echt gewoon eerst mijn volledige basis. Want ik vind dat... Ik weet niet, ik denk dat ik dat ook doe omdat ik daar heel erg een tijdje heb geconcentreerd. Omdat ik denk, als je basis gewoon goed zit... Ja, dat is wel waar, ja. Dan is 9 van de 10 keer zit je make-up dan ook gewoon goed. Weet je wat ik erg vind? Dat siep in je ogen. Of soep, hoe noemen mensen dat? Ik noem dat oogpoep. Oogpoep? Ik noem dat echt oogpoep. Oh, dat vind ik zo erg. Dat is heel irritant. Ik doe het met een penseel dan in mijn ogen en ga ik het uithalen. Oh god, ik kom met mijn nagels zo erin. Nee, ik heb het vaak in jouw video's gezien. Ja? Heel vaak je mijn nageaapt? Heel vaak vragen mensen aan mij van, hoezo kan je zo goed opmaken of zo? Nou ja, gewoon, hoe heb je dat allemaal geleerd? YouTube. En dan is het, YouTube. Ik kijk echt al vanaf baby's af aan YouTube-video's. Alles wat ik weet over wat ik doe op YouTube, heb ik gewoon geleerd op YouTube. Ja, precies. Het is zo'n grote leerschool. Hè? Maar je moet wel een beetje, vind ik, een hand voor hebben. Of zo. Je moet wel een beetje het inzicht hebben. Want bijvoorbeeld mijn zus, die kan zoveel video's kijken als dat ze van wil. En het lukt er gewoon niet, weet je wel. Omdat ze, je moet er wel een beetje klopt. Inzicht voor hebben wat je precies een beetje moet doen. Ik deed eerst altijd heel erg strak mijn wenkbrauwen met zo'n eyebrow gel. Maar ik doe dus nu sinds kort een potloodje. Ik heb deze van Anastasia. Ja, nee, ik bedoel echt een dit om je wenkbrauwen mee te tekenen. Ja. Maar ik doe dus nu sinds kort omdat ik het ietsje natuurlijker wil. Mm-hmm. Met een potloodje. Nou, ik weet nog niet wat ik ervan vind. Het is zo anders. Ja? Ik ben zo gewend. Ik ben mijn. Dat dan? Dit is van Urban Decay, de brow beater. Maar het is zo, ik ben het zo gewend om zo'n ziek strakke wenkbrauw te hebben. En dan opeens met een potloodje, je krijgt het wel strak, maar het is zo. Ik gebruik altijd potloodjes. En soms kleur ik het een beetje in met poeder, maar ik vind poeder juist kut. Maar ik vind dus de laatste tijd wel wat mooier dat het ietsje natuurlijker is. In plaats van dat je zo'n extreem strakke wenkbrauw hebt. Ik heb zoveel wenkbrauwfases gehad. Ja? Oh, ik heb ze soms flinterdun gehad. Soms heb ik ze mega dik gehad. Echt, als ik die foto's terug zie. Dit vind ik wel mooi. Nu, ja. Nou, ik gebruik Anastasia, maar de potloodje is opgegaan. En die is zo fijn. Precies de goede kleur. Nou, ik heb even mijn oude HEMA potloodje uit de kast gepakt. Want die was op. Ja, het blijft heel gek. Want in mijn ogen zijn het nog altijd steeds... Net als ik hier met jou zit en zo. Weet je, ik keek altijd naar jouw video's. En naar al die andere mensen die ik nou heb ontmoet. En het blijft gewoon zo crazy dat ik nu gewoon erbij hoor. Of collega ben of... Of weet ik wat. Yeah. Voor mij, ik ben nog steeds een fangirl, zeg maar. Het is nog zo weird. Dat heb ik ook hoor. Dat had ik in het begin ook dat ik dacht van, dat een best op feestjes en zo. En dan zag je al die YouTubers, zeg maar. Echt de bekende YouTubers in Nederland. En dan dacht ik van, wow. Ja. Sta je tussen, maar nu heb ik zoiets van, bitch. Ja, weet je. Ik hoor er gewoon bij. Ja, het nou, dat niet. Maar gewoon dat vind je het minder bijzonder of zo. Mm-hmm. Maar dat is ook weer het kutte aan deze wereld. Sommige mensen doen gewoon dingen voor om weer in de picture te zijn. Of om aandacht. Promotie en ik ben niet zo. Nou, maar ik denk dat ze ook wel dik betaald ervoor krijgen hoor. Dat zou ook goed kunnen. Want ik ben gevraagd voor de selectiechauffeur van Nederland VIP. Met allemaal bekende. Ja, ik weet niet of ik het ga doen hoor. Maar. Want ik kan gewoon echt heel goed rijden. Dus dat, dat is super kut. Dus zou ik het zeg maar moeten faken. Maar dan krijg je gewoon betaald voor als BNM. Bijvoorbeeld, ik weet in ieder geval bij America's Got Talent in Amerika. Mm-hmm. Had Nicki Minaj voor 1 seizoen. 21 miljoen gekregen voor een seizoen. Stop. Nou. Daarom. Dus er zit zo intens veel geld in de televisie. Oh mijn god. In Amerika natuurlijk meer dan hier, maar... Wow, dat kan echt niet. En dit zijn mijn wenkbrauwen, zeg maar, nu.
heel anders. Want eerst had ik ze echt ziek strak en nu heb ik ze een beetje... En zijn inderdaad veel natuurlijker. Ja, maar ik heb wel geluk met mijn haar, zeg maar. Ja, je hebt echt goede wenkbrauwen. Maar ik maak ze nog wel schoon aan de onderkant, met de concealer. Oh ja, dat doe ik nog steeds. Je bent gewoon al bij mascara. Ik ben net klaar met mijn wenkbrauwen. Ja, maar ik moet nog mijn hoofd doen, hè? Ik ben echt zo genaaid. Ik heb echt mezelf de verkeerde foundation laten aansmeren. Why? Ja. Welke? Van MAC, maar die vrouw heeft me veel te lichte verkocht. Want wat wil je? Wil je een beetje wel een natuurlijke coverage of wil je gewoon nee, full face? Ik wil gewoon een glamour. Dan moet je de All Nighter van Urban Decay kopen. Ja? Ja. Oké. Okay. Geweldig. Maar ik heb nou deze. Gewoon die meest standaarde. Ja, Studio Fix. Ja, Studio Fix. En dan gebruik ik ook die poeder erbij. Die poeder vind ik wel echt De heel poeder is wel echt... Top, ik heb er echt ook hier drie liggen, volgens mij twee hier. Die is echt top. Ja. Kijk, ik heb ze maar dus de onderkant van mijn ogen nog niet gedaan. Dus ik ga nou eerst mezelf volproberen. Maar jij hebt dus de voice helemaal niet gekeken, dus je hebt ook geen idee eigenlijk. Nou ja, ik heb het wel eens gezien. Ik weet hoe het gaat en ik weet wat er aan de hand is. Alleen... Wie was mijn coach? Wie jouw coach? Ik zou het echt niet weten. Ik heb het letterlijk niet gezien. Ik heb je alleen gezien op YouTube bij Jasper. Mm-hmm. Voor de rest heb ik het hele programma niet gekeken. Ja, wie was je coach? Waylon, ja. Was hij leuk? Was Waylon leuk als coach? Ja. Ja? Ja hoor. Ja, ik vraag me dat af. Want zeg maar, het is altijd op televisie, het is altijd een soort van, ja, van die momenten dat ze je echt coachen. Maar is het echt coachen ze je ja, echt? Ja, het was inderdaad wel gewoon ook op camera gecoacht, maar ook gewoon buiten de camera. Dat deed Waylon wel op zich goed. Maar ja, ik ben gewoon iemand die ook, ik ga gewoon bellen. Maar ik ga gewoon s'avonds bellen. En ik bel ook de mensen van zijn team. Ga ik gewoon bellen. Oké, je gaat wel echt achteraan, zeg maar. Ja. Dus ook gewoon, als ik thuis zit, ben ik ook gewoon... Wat is het... Maar dit is van de Esprit. Wat is het duurste item wat je hebt gedragen op televisie? Oh, op tv? Ik denk mijn Arlie van der Krommenakker jurk in Live Show 1. Die was meer dan 1000, misschien een paar duizend euro, denk ik. Echt? Okay. Denk het. Ik heb geen idee hoor, maar ik dacht wel zeker een paar duizend. Ik moet ook zeggen dat ik ook heel vaak gewoon... een topje van de H&M aan had. Ik had zelfs een topje van de Primark ooit aan. En daarover had ik dan weer een cape van weer een paar honderd euro of zo. Dus het was gewoon... heel grappig. Ja, maar is het dan van jezelf, dat Primark dingetje? Nee. Dat was wel allemaal van de Voice Styling. Dus de Voice Styling heeft gewoon Primark kleding? Ja, maar ook Scotch en... Hoe heet dat? Scotch en Soda? Ja, echt fucking duur is dat. Het is een beetje... En we komen hier fits achter. Ja, ik had dus bij de... Knockout had ik een Scotch en Soda jasje aan. Mijn eigen broek was gewoon van mezelf, die broek die ik aan had. Mm-hmm. Die was gewoon van de Vera Moda. En die broek was dan, weet ik veel, 30 euro of zo, 40 euro. En dat jasje was dan weer een paar honderd euro. Maar daaronder droeg ik weer een Primark topje. Dus het is heel leuk om... Het is zo grappig. Ja. Want je denkt eigenlijk altijd wel als je televisie kijkt en dat soort dingen van... Daar... Ja, tuurlijk, je hebt dan dure items aan, maar dus ook gewoon... Echt Primark kleding, dat is echt zo grappig. Maar ik vroeg wel een keer ook aan hem, van hey, waarom moet alles zo duur? Maar het is ook zo dat je niet wilde als je op een event komt of bij een uitzending, dat je aan tafel zit met iemand die hetzelfde aan heeft. Of dat je aan tafel zit en iemand in het publiek heeft hetzelfde shirtje aan als jij, weet je wel. En daarom is het inderdaad duur om onderscheid. Ja, en daarom neigen we heel snel naar echt... Omdat niet iedereen, gewoon niet dagelijks leven mensen hebben dat, zeg maar, niet. Wat is het duurste wat jij in je kast hebt hangen? Oeh, het zijn een paar schoenen het duurste wat ik heb. Dus het hangt niet in mijn kast, maar het staat. Mm-hmm. Nee, joh. En dat zijn Rayom's schoenen. Oh ja. Die zijn 400 euro. Ik weet niet, kijk, ik ben een persoon, ik hou niet van geld uitgeven aan kleding. Mm-hmm. Ik hou van geld uitgeven aan make-up. Ja. Ik heb foundations aan 80 euro per foundation. Ik heb echt foundations van 80 euro. Ik denk oprecht. Oh, wow, dat is echt duur. Iemand vroeg laatst aan mij van. Of mijn zus was het volgens mij van. Wat denk jij dat jij oprecht aan, zeg maar, gewoon aan geld hebt aan make-up? Ik denk oprecht dat ik 10.000 euro aan make-up heb. Misschien wel meer. Dit geloof ik goed. Daar gaat gewoon geld heen. Het is ook gewoon. Sommige mensen denken, hoe kan je zoveel make-up hebben? Ik ben echt vanaf mijn 13 aan het sparen. Het is gewoon sparen. Ik keek vroeger toen ik 13, 12, 13 was, keek ik echt al die video's van mensen met dikke make-up collectie. Dat ik echt dacht van, hoe dan? Mm-hmm. En ja, heel veel mensen moeten ook snappen dat je zoveel opgestuurd krijgt. Ja, ook. Je krijgt gewoon PR-dozen met... De make-up stroomt een soort van binnen. Zodra je enigszins een beetje een beauty persoon op YouTube bent, of nog niet eens op beauty persoon. Ik denk dat jij dat ook wel hebt. Gewoon...
Merk ze gewoon, oh ja, we hebben nieuw dit, we mogen dit opsturen. Ja. En dan, sure, kom maar. Ja, echt zo fijn. Maar inderdaad, ja, nee, dat geloof ik goed dat je inderdaad het meeste geld voor make-up hebt. Dus ik ben qua kleding ben ik heel basic. Bijvoorbeeld dit is van Straatstijl, zo'n online site. En dat is dan 15 euro en zo, superleuk. En, maar ik ben echt aan haar en aan make-up geef ik het meeste uit. Bijvoorbeeld extensions hoger laten zetten. Oh ja, dat is heel duur. Elke 2 maanden. Dus, en dan betaal ik nog de helft, hè, omdat ik... Een deal. Bekend ben, betaal ik naar de helft. En dat is al 80 euro. Jeetje. Om even extensions hoger te zetten. Ik heb ook echt niks duurs in mijn kast hangen hoor. Ik denk echt de duurste kleding. Het is niet meer dan 100 euro. Ja, ik vind het ook heel vaak niet meer waard of zo. Zo kleding vind ik heel vaak het niet meer waard. Ja, maar je wil toch. Je wil gewoon. Ik heb liever ook veel kleding en goedkoop dan een paar items. Ja. Dus weet je, dat is ook wel grappig. Het lijkt natuurlijk altijd, als je bekend bent en zo, lijkt het altijd fabulous life. Nee, maar ik denk dat Anouk ook gewoon in H&M kleren loopt. Tuurlijk. Tuurlijk. En ik heb heel vaak dat als ik dan een mailtje krijg van een modewebshop of zo. Van, hey, wil je wat leuke items uitzoeken en dan een leuke foto ervan posten? Ja. Nou, dan ga ik kijken en dan zie ik allemaal leuke jurkjes en uitgaansdingen en optredingen. En de dingen die ik dan uitkies zijn altijd joggingpakken en pyjama's. Altijd. Oh my god, echt? Ja, want... Ik heb gewoon zoveel truien. Ik heb gewoon meer slaapkleding in de kast liggen dan gewoon overdag kleding. Oh, wauw. Tempo maken, Jess. Ja. Ik dacht dat ik traag was. Want ik doe altijd super lang over mijn make-up. Maar ik hoef alleen nog maar lippen en mascara en fixing spray. Ben ik klaar. Oh, oké, top. Oké, geweldig. Jij gebruikt altijd die Ardell Wispies. Dat heb ik heel lang gebruikt. En heb ik al heel Ik heb nu wel deze, nieuwe. Ik zeg maar Ardell Wispies, maar dan dubbel. Oh, dus die ga ik wel nu testen. Maar ik heb nu heel veel Lily Lashes en zo, die echt ziek dik zijn. Oeh, die zijn heel veel parties. 500 euro per wimper. Nou ja. Daar kun je wel lang mee doen. Hoor. Moet ik je ook even nat maken? Ja? Oké, dan doen we snel. Oh, lekker fris. Dan doen we snel waaieren. Oh, dit is echt lekker. Oh, dan gaan we kipfiletjes. Hou op. Kijk, het lijkt net alsof ik een of andere rare boblijn heb. Dat is een oud wijf. Ik bedoel alsof je in een videoclip zit. Dus dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dit was de Get Ready. With us. Ja. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je video leuk? Geef even een duimpje omhoog. Laat beneden in de comments weten wat je van deze beauty vindt. En wat vind je van haar nieuwe single. Ik vind het erop zo heel leuk. Dus laat het beneden allemaal eventjes weten. Heel erg bedankt dat je op mijn kanaal bent. Ja, dankjewel, en dat je een video hebt willen opnemen. Tuurlijk. Altijd gezellig. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En tot in de volgende video. Doeg!